Natuurgids Mieke Elekam is in de duinen van Zandpoort Noord. Ze is dol op bomen en vindt dat het bos ook in de winter prachtig is. Weet je wat ik nou leuk vind aan de winter? Het is heel erg stil. Want alle vogels, bijna alle vogels, waar ik erg van hou, maar die zijn wieberen in de winter, die zitten in Afrika. En moet je horen hoe ongelooflijk stil het is. Dat is een van de redenen waarom ik van de winter hou. En bovendien, ik hou van dat het fris is. De meeste mensen kijken gewoon vooruit. Maar het is eigenlijk veel leuker om je oog eens naar boven te richten. Je ziet veel meer van de bomen dan dat je in de zomer ziet. Het is een beetje zoals door de bomen het bos niet zien. Door de blaadjes de boom niet zien. En toen kwam ik een plaatje tegen en dat is uit 1911 zo'n beetje. De grijze boom van Mondriaan. En wat je heel goed kunt zien is dat hij alle details weglaat. En dat hij echt de essentie van die boom laat zien. En toen ik dit plaatje zag, dacht ik, god, die man heeft net zo gekeken als ik. Zie je wel, ik ben niet gek. Ik noem het blote bomen. Dat is misschien wel een beetje raar, maar als je nou eens goed om je heen kijkt, dan zijn ze toch bloot. Je ziet deze hier vooraan. Die is heel zacht. Hij heeft een zacht huidje van buiten. En dan zie je die daar. Die heeft heel veel van die grote groeven in zijn stam, hè, de schors. En hier zie je nog weer een hele andere. Die heeft ook groeven, maar dat zijn veel meer vierkante stukken. En het gaat mij er eigenlijk altijd om dat mensen anders kijken. Dus het gaat uiteindelijk om, ja, om blikverruiming. Dat is waar ik het allemaal voor doe. Ja, als je je blik verruimt, dan zie je meer. En dan zie je dus ook in dit geval dat er winter een heel mooi seizoen is. Ja. Je kan aan zijn schors zien, dit is een beuk. Dat zou je herkennen als beuk. Maar dan ga je daarna toch zeggen, ja, maar dat kan nooit een beuk zijn. Want zo ziet een beuk er toch niet uit. Die heeft toch zo'n mooie gladde stam, omdat die daarna zo groot wordt. En als je daar kijkt, dan zie je dat er heel scherp de heuvel omhoog loopt. Het is eigenlijk niet helemaal natuurlijk. En dat klopt, want achter ons daar zit een bunker onder het duin. Daar is de zee. En daar dachten de Duitsers dat de geallieerden vandaan zouden komen. En die wouden natuurlijk wel graag uitzicht hebben om te zien wat eraan kwam. Ja, dan moet je niet zo'n boom voor je neus hebben staan. Als hij afgezaagd wordt, is de kans heel groot dat er niet één beuk komt, maar dat er op die afgezaagde onderkant meerdere bomen komen. En dat is dus in de oorlog ook gebeurd. Mieke laat straks nog veel meer blote bomen zien. In het beboste duingebied van Zandpoort Noord laat Mieke Elekam ons de schoonheid van kale bomen in de winter zien. Moet je kijken wat mooi dit is. Dit is nou echt winter. Want in de zomer zie je dit mos. Kijk, dat kan je best in de zomer ook zien. Maar daar kijk je er niet naar, dat weet ik zeker. Want dan zijn er allemaal blaadjes en nou, het valt helemaal niet op. En nu zie je hoe zacht het is. En als je heel goed heel dichtbij gaat kijken, dan zie je dat het een soort klein oerwoudje is. Hè? Er zijn allemaal blote boompjes bij elkaar. Dit is natuurlijk wel maf, want het gaat hier over blote bomen en deze is niet bloot. En de rest eromheen allemaal wel. En het is een klein, even voor de zekerheid, beukje. Het is een klein beukje. En dat doen kleine boompjes, omdat het isoleert. Dus de warmte blijft door die blaadjes. Dat vindt zo'n klein kwetsbaar boompje lekker. En daarom laat deze boom zijn blaadjes aan de boom. Dus zo blijft hij in leven. Slim, hè? Dit
dit is nou een echte boom van Van Gogh. Dit is een meidoorn. Deze pentekening van Van Gogh, dan denk je toch, die heeft een meidoorn getekend. De grilligheid en die hoekigheid van al die takken, hoe Van Gogh dat te pakken heeft gekregen. En niet alleen dat hij natuurlijk de details heeft weggelaten en het abstract heeft gemaakt. Hij heeft gewoon echt heel goed gekeken naar hoe deze boom eruit ziet. Nou, deze boom, die is niet alleen bloot, die is dood. En hiervan zou je toch echt afvragen, is er nog één schilder die zich hiermee wil bezighouden? En die is er. En dat wil ik jullie graag laten zien. Want heel eerlijk gezegd had ik zonder deze schilder helemaal nooit zo goed naar deze boom gekeken. En dat blijkt toch nog wel een heel interessant ding te zijn. En de schilder die ik je laat zien, die heet Axeli Gallen-Kallela. En is in 1906 geschilderd. En je ziet hoe die man ongelooflijk goed heeft zitten kijken. Het was een naturalist, dus iemand die echt ook naar lijkend op de natuur schilderde. Heel anders dan Van Gogh die we net hebben gezien. En wat je zo mooi aan dit ding kunt zien is die vezels. Je kijkt eigenlijk in een boom. En dat doe je natuurlijk eigenlijk nooit. Die hele lange vezels die in deze boom zitten. En dit schilderij heet dan ook de geknakte den. Dit is geen den, dit is een populier, maar detail. Blikverruiming, daar gaat het over. Dus ja, kijk eens wat vaker naar een blote boom. Ga sowieso. Dus wat vaker naar buiten in de winter. Maar moet je nou eens even kijken.